In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk met uw vaste en enige presentator, Toon Sporenberg. We beginnen met een gemeentebericht zoals gebruikelijk. Tijdje, start even de jingle van gemeentebericht als je wil. Ja, nou, er zijn door de gemeente sloopvergunningen afgegeven voor de volgende locaties. Het keramiekatelier en de galerie Dorothee kunnen gesloopt gaan worden. Het verzamelmuseum Poppendijntje kan tegen de vlakte. De beltmolen de Jacobus mag ook platgeslagen. Heemzolder de Hoge Dorpen mag weg, daar kunnen de slopers dus aan de gang. Wacht, momentje, wat? Toon! Wacht even, Toon, niet naar mij kijken! Peer? Toon! Peer? Wat heb jij nou aan? Ik schaam me zo! Wat is er? Ik schaam me zo. Wat loop jij nou in een grote jutezak? Met een capuchon? Ik schaam me zo. Vuile ogen, rentje, schapen, kut. Wat is gebeurd? Je bent toch getrouwd? Toon. Ga nou even rustig zitten. Toon! Doe je hoofd boven tafel. Ga niet onder tafel zitten. Ik schaam me zo. Ik... Oh. Vuile, gore kamelensplit. Maar heb jij het nou over je nieuwe aanwinst in het huwelijksleven? Alles is weg. Zo, alles is weg. Alles is weg. Hoe bedoel je, alles is weg? Mijn auto, mijn huisraad, alles. Ze hebben alles meegenomen. Wie? Jasmina en haar 13 broers. Wacht even. Haal nou even adem. Ik ben erin geluisterd. Ik ben bedrogen. Alles heeft ze van me. Ik heb overal voor getekend. Ik schaam me zo. Ja, dat hoorde ik gisteren in die reportage al. Dat jij overal handtekeningen aan het zetten was. En ik... Alles. Hoezo alles? Je auto is weg en dan? En verder? Huh? Alles. Mijn meubels, mijn televisie, mijn stereo, mijn... Alles. Alles is weg. Maar ook ze hebben de keukenkastjes van de muur gerukt. Ze hebben de... Verschrikkelijk, ze hebben de stopcontacten van de muren geschroefd. Ze hebben de gordijnrails van de sponningen gerukt. Ze hebben het glas uit de kozijnen gesneden. Ze hebben de plinten losgeschroefd en ingeladen. Ze hebben mijn vloerbedekking losgetrokken, opgerold. En op mijn eigen Fiesta gebonden. En de gas- en waterleidingen? Die hebben ze uit de muur gevreesd. Ik heb helemaal niks met de wc-pot. Hebben ze uit de vloer gerukt en op die aanhangwagen geladen. En de trap van de begane grond naar één hoog? Die staat er nog. Ongelukkig. Al mijn kleren. Alle zes? Ja, al mijn zes kleren hebben ze meegenomen. Ik heb alleen deze Algerijnse vuile, smerige schapenkant dan. Nou, wel een capuchon erop. Doe die capuchon eens af. Nee, ik schaam me. Ik schaam me, ik durf niet meer naar buiten. Ja, ik kan niet zeggen dat ik het een prettig moment vind om te zeggen, maar ik heb je gewaarschuwd. Ik had naar jou moeten luisteren. Oh, wat was ik dom. Culturen mengen niet. Communicatiedeskundige in Algiers, hoe kon ik het geloven? Nou ja, ze konden in ieder geval voor haar eigen belang goed communiceren met jou. Oh. Toon, ik schaam me zo.
Ja, wat moet ik ervan zeggen? Oh, wat was ik een goedgelovig schaap. Ja. Een schaap, dat ben ik. En geslacht erbij. En leeggeplukt. Wat moet ik nou doen? Ja, vanaf het begin af aan weer opnieuw beginnen, denk ik. Ik heb nog wel wat plinten thuis. Misschien een begin. Peer, ik wil één ding van jou weten, want je was de afgelopen week zo wispelturig de andere kant op. Hoe weet ik nou zeker dat je weer in ons kamp staat? Dat kan je niet weten. Nee. Maar je moet het maar geloven. Dan verwacht ik toch van jou dat je de komende tijd het vertrouwen van ons terugwint. Op een of andere manier. Al moet ik ondergronds. Bergijk voor de Bergijkenaar. Nou, ik zal in ieder geval straks een luisteraarsonderzoek vragen. Of de bevolking van Bergijk je eventueel hier terug wil. Oh, ik schaam me zo. Mm-hmm. Ik kan toch niet meer de straat op? Voorlopig niet, nee. Zou ik niet doen. Ik blijf hier in de studio. Nou, dat heb ik even liever niet. Jawel. Nee. Ik ga hier slapen. Nee. En hier eten en hier drinken. Nee. Even niet nog. Dan zul je toch even het vertrouwen terug. Weet je wat we doen dadelijk? Dan geef ik jou de microfoon. Ja. En dan kun jij aan de Bergijkse luisteraars uitleggen welke fout je hebt gemaakt. En dan doe je maar eens een heel erg in het stof bijten. En een mea maxima culpa de lucht in slingeren. Want jij zult iets goed moeten maken, Peer. Ik geloof het ook. Maar goed. Naar heel Bergijk toe. Ik zal het als een man dragen, Toon Sporenberg. Ik hoop het. Ik ga hem wel mijn excuus aanbieden. Ja. Ben je er al bijna klaar voor? Want dan vraag ik een tijdje de muziek opzet. Nee, even een kopstoot nog. Even een kopstoot nog. Peer, ik heb het toch van mijlen ver zien aankomen. En ik wist dat je gelijk had, maar ik wou het niet horen. Zul jij nou voortaan beter luisteren naar jouw beste kennis? Ik zal het proberen. Maar die oude familiewijsheid van mij... Die rook ook niet van zichzelf zo. Die hadden dat gewoon erop gesmeerd. Nee. Ik hoef niet te weten hoe ze het gedaan hebben, maar... Je heeft gewoon een oude haring door de voeg gehaald... vlak voordat ze met jou tussen de lappen doop. Nou, ik vraag of Tedje de muziek stopzet. Het ergste is, ik ben er niet eens in geweest. Ze was ook eigenlijk grootspraak. Dat je zei dat het goed paste. Nou, neem nog één grote slok. Van je jenever. Goed, dan ga ik nu mijn rug rechten. Mm-hmm. Tijdje en mijn lot dragen voor de Bergijkse luisteraar. Ja, tijdje zet de muziek maar stop. Dankjewel. Dames en heren, excuus. U moest eventjes muziek horen. Bij mij in de studio zit Peer van Eersel. En Peer van Eersel heeft de gehele Bergijkse bevolking een officiële mededeling te doen. Peer, het woord is aan jou. Goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eersel. En ik heb geloof ik het een en ander uit te leggen. U moet goed begrijpen, Bergijkse luisteraar, dat een man alleen in Bergijk het ook niet makkelijk heeft. En dat hij dan een willig slachtoffer is voor zoiets als huwelijkszwendel. Ja, ga maar door. Ik ben er met open ogen ingetrapt in de schapenstront, zal maar zeggen. En heb mij laten misbruiken voor verblijfsvergunningenzwendel. En ik heb niet geluisterd naar mijn grote kennis Toon Sporenberg.
Ik hoop dat u als Bergrijkse luisteraar mij weer in genade wil aannemen. Ja, maar Peer, je slaat even over dat je ook nogal het een en ander hebt gezegd over integratie van culturen en al dat soort dingen meer. Wil ik toch even weten dat wat ik de afgelopen 3 dagen voor de radio gezegd heb aangaande vreemdelingen, dient u met terugwerkende kracht te beschouwen als gezwatel van een zwakzinnige. Precies. Ik was mijzelf niet. Ik bedoel, ik was me wel eens, maar ik was mezelf niet meer. Ik was mezelf wel eens, maar kan nu niet meer. Ze hebben zelfs de kranen uit mijn huis gesloopt. Maar goed, nu ben ik weer mezelf. En u zult van mij op aankunnen dat de mens leert door zijn fouten. En ik hoop dat u als luisteraar mij weer in genade wil aannemen en dat we samen de rug kunnen rechten tegen alles wat van ver komt. Dank u wel. Nou, tot zover, dames en heren, de vooralsnog eerste poging van Peer van Eersel om weer in een goed blaadje te komen bij u, Tedje en mij. We zullen proberen de heer van Eersel met open blik te blijven bekijken en een tweede kans te geven. Maar wacht even, er is telefoon. Oh, wacht even. Zal ik hem even, wacht even om te wennen en weer in mijn oude rol? Tedje, ik neem hem wel even. Telefoon. Dit is Peer van Eersel, Radio Bergrijk. Excuses, wie heb ik aan de lijn? Ja, dit is Theo van Deurzen hier. Ach, dag Theo zeg. Een graag gehoorde gast op Radio Bergrijk. Ja, maar ik moet toch zeggen, Peer, dat jij mij de afgelopen week op alle mogelijke wijzen geschokt hebt. En weliswaar heb jij nu je best gedaan om in woorden althans daar iets van terug te nemen. Maar ik moet je eerlijk bekennen dat het mij enige tijd zal gaan kosten om jou weer in mijn armen te kunnen sluiten. Want de hele Bergrijkse bevolking sprak er schande van. Realiseer je dat wel terdege, Peer van Eersel? Ik buig deemoedig mijn hoofd voor jou, Theo van Deursen. Ik ben mij bewust van het kwaad wat ik heb gezaaid in de harten van de rechtgeaarde Bergrijkenaren. Het waren met recht zwarte dagen te noemen. Ik ben mij daarvan bewust. Ik bied jou, Theo van Deursen, mijn oprechte excuses aan. Sorry, Theo. Wat zei je precies? Sorry, Theo. Nou, ik ga er de komende dagen even mijn gedachten over laten gaan. Maar wees een gewaarschuwd man. Want een vertoornde Theo van Deurzen is geen pretje om tegenover je te hebben. Laat ik je dat wel zeggen. Sorry, Theo. Nou, vooruit dan maar. Maar doe het niet weder. Ik hang nu op. Dag, Peer. Dag, Theo, sorry. Ja, nou hoor je dus wat je dus teweeg hebt gebracht, hè? Ik zal nog een lange tijd moeten doen. Dat denk ik ook, ja. Nou, ik zal wel kijken of ik ergens een matrasje voor je heb. Vergeet niet dat ik die plinten in mijn schuurtje heb staan. En voor de luisteraars thuis, ja, wat moeten we hier nu op dit moment aan toevoegen? Ik denk niet zo heel erg veel. Het weekend staat voor de deur, dus ik hoop dat u daar toch nog een vrolijke boel van kunt maken. Mocht u Peer op straat tegenkomen, ik acht de kans niet groot, maar mocht het zo zijn, hou uw woede over de afgelopen week een beetje binnen de perken. Radio Bergrijk. Ook Peer verdient een tweede kans. En tegen alle zieke Bergrijkenaren zeg ik beterschap en voor alle gezonde kop op. En ik voeg eraan toe als Peer van Eersel. Sorry. Oké.